Ik ga vandaag mijn eerste video vlog maken. Ik ben een paar dagen ziek geweest en ik wil toch wel weer even gaan zwemmen. Dus ik ga even kijken hoe het gaat. Ja, ik heb wel gewoon krachttraining gedaan in de tussentijd, maar niet gezwommen omdat mijn voorhoofd vol zit. Ik ben gewoon verkouden. Het is wel 25 graden buiten, maar ja, ik moet toch met sjaal lopen. Ik ben even buiten aan het omkleden, want mijn coach is er niet en die heeft normaal de sleutels van de kleedkamer. Maar het is best wel lekker weer, dus het is niet zo. Ik denk niet dat ik vandaag ziek word, laat ik het zo zeggen. Die man die kwam net even vragen of ik een baan nodig had. Want er zijn heel veel publiek nu. Eigenlijk is er helemaal geen baan gereserveerd. Maar ja, in Frankrijk ben je een beetje een ster. En ik dacht hij komt waarschijnlijk zeggen dat ik hier niet om mag claimen. Maar hij ging even een baan voor me reserveren. Dus ja, het kan allemaal in Frankrijk. Nou, dat was mijn training. 45 minuutjes gezwommen ongeveer. Normaal zwem ik per training 2 uur en 45 minuten. Dat 2 keer per dag. Dus dit was eigenlijk niks. Ik had geen pijn of geen last van mijn voorhoofd. Dus ik ga morgen gewoon weer trainen. Maar ik merk wel dat ik 3 dagen niet gezwommen heb. Je voelt dat. Heel snel, zeg maar. Je voelt echt geen watergevoel meer. Maar goed, dat komt ook wel weer snel terug. Daar maak ik me geen zorgen om. Tijd om even wat boodschappen te doen.
En ik haal meestal alleen maar gezonde dingen. Zo, dan eet ik thuis namelijk niet slechte dingen. Dus als ik chocola ga halen, dan loopt dat verkeerd af. Dus dan haal ik het maar gewoon niet. De auto is best wel vies, dus omdat ik geen klein geld meer had, moet ik hem nu even droog rijden. En dat kan maar op één manier natuurlijk. Hard rijden.